honden! We zitten in de auto. En bij wie? Dat weten we niet. Want we hebben net gehitchhiked of gelift. En we moesten eerst een stukje lopen van het hostel. En er was dan één zo'n punt. En er was één snelweg. En die gaat naar waar wij heen moeten. Dus er was best een grote kans dat we opgepikt werden. En dat duurde ongeveer 5 minuten. Maar het is eerst best ongemakkelijk. Je staat er met zo'n bordje. Maar nu zitten we dus in de auto en hij kan ons ongeveer brengen tot 15 minuten voordat we er zijn. Dus ik hoop dat het vanaf daar ook niet heel moeilijk zal zijn. We zullen het zien. Maar voor nu hebben we een droge rit, want buiten regent het. Het is ook niet erg. We wisten dat het ging regenen, dat we een dagje dingen gingen plannen. En we hebben goed uitzicht nog steeds. We hebben een ritje, we hoeven niks te betalen. Helemaal top. Tot zo. Het regent. We hebben net onze tweede hitchhike gehad. Met onze tweede lift. Die eerste lift die zei tegen ons: je moet even boodschappen hier in het dorpje gaan doen. Want waar je heen gaat, daar hebben ze niet echt een winkel. Dus wij zeiden: oh, thanks. En we even gaan boodschappen doen. Zagen we nog andere Nederlandse mensen. En ons bordje weer uit de tas gepakt. En we stonden daar. En twee van die kerels: kom maar mee. En die waren vet twee leuke kerels. En toen zaten we alweer. En nu zijn we er. Nou, hoe lang had dat geduurd in totaal? 2 uur. 2 uur. En het is in totaal, de hele rit is ongeveer 1 uur rijden. Dus we hebben boodschappen gedaan en gelift in 2 uur. Gratis. Nederlanders. Hey. We zijn wat aan het eten. Dit is ons huis. Het is echt prima hoor. Je hoort mij niet zeuren. Alleen er liggen stinkend in onze kamer. Die kerel, wij doen de deur open. Die ligt helemaal zo in de kreukel. Oh, ik heb te veel gedronken last night. Er zijn van die kleine kamertjes. En er had geen één raam open, maar dat stank. Denk je dat die in rode roeren, die grijs is? Nou ja. Ons huis voor de next 2 days. We zullen het zien. Oh. Hij zit vast aan mijn enkel, wou ik zeggen. Mijn pols. We zijn in Able Tasman National Park. Yay! 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 Yay. Oké. Okay. Waarom heb je zo'n mooie rode rugzak? Cool, hè? Want het is een regenhoes, want het regent. Maar hier maakt het niet uit. Want de bomen zitten er overheen. En we zien het altijd positief in, natuurlijk. En we hebben de perfecte outfit aan. Slippers. Boeien. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. En nog een klein beetje lopen, dan zijn we weer bij een strandje. Nog een stukje lopen, strandje, lopen, strandje. Superleuk! Dus we hadden vandaag geregend een beetje, hadden maar besloten om even te gaan wandelen. En dan morgen, hopelijk is het beter weer, dan gaan we kajakken. En het is hier een natuurgebied, wat best wel bekend is. En hebben we dat ook weer afgetikt. Top! Oeh, waterval! Waterval! Cute. Wel, beter. Oké, en dan. We komen hier bij een uitzichtje. Daar hou ik er nog even op. Oh, al die kajakkers daar. Yes. Fuck, een groot strand. En normaal staat dit dus helemaal onder water. Want het is nu. Hoe zeg je dat? App. App. Haha. Zo, we hebben al 1,5 uur gelopen. En de uitzichten hier zijn matig. Wow! Grapje! Holy shit. Oh. Het is zo rustig.
Wauw, het is echt, echt even fijn. En het is gestopt met regenen, ja, het miezen nog een beetje. En we hebben net zoiets grappigs meegemaakt. Er was, laat maar zeggen, een jongen en die hadden we bij de Ewald Tasman, wat zeg ik nou, Tangaroo Crossing gezien. En onze wegen waren gesplit en gisteren zaten we in het hostel. Komt hij ook in één keer dat hostel binnenlopen? Vet toevallig. Dus die gingen we vandaag lopen, komen hier in het hoekje omgelopen, lopen we tegen hem aan. Grappig. Iedereen die een beetje zo diezelfde weg gaat, kom je elkaar overal weer tegen. Maar goed, wat een uitzicht, joh. Echt. Oh my god. Zo mooi. Net zagen we ook nog een stingray. Zo'n rog. Die was daar lekker aan het zwemmen. Day 2. Goedemorgen. We gaan vandaag kajakken. Het zijn best grote kajaks. En we zullen zien. We gaan nu de camera in een waterdichte zak doen. En dan ga ik het verder een beetje proberen te filmen met mijn GoPro. En dan soms ook mijn camera eruit halen. Dus. Zingen? Yeah. Nee. Het heet dus Adele Island. En je hebt, laat maar zeggen, zo'n kustlijn. En dan één eilandje ervan af was Adele Island. Daar zijn we nu heen gekajakt. En zo, het was wel heftig. Ik was super zeeziek. Echt niet leuk. Maar kun je ook niks aan doen. En we zijn nu even op zo'n klein baaitje. Ik hoop eigenlijk dat je me kan horen met die wind. Maar en dan gaan we zo meteen helemaal daar, in de open kant, kajakken. Door al die strandjes en dan moeten we weer helemaal terug. Ben je benieuwd? Yeah, we gaan het doen. Zin in. Tot zomaar weer. Oh, koud. Zo, we hebben net even lekker pauze gehouden. We hebben net even wraps gegeten. En nu gaan we ons vervolg maken. Weer helemaal terug. Even lekker gezond. Wat fotootjes gemaakt. En we hebben net ook zeehonden gezien. Yes! Vet schattig. Er zaten allemaal baby'tjes en kleintjes en grote. Van alles wat. Daar op die rotsen. Maar het staat op mijn GoPro, maar ik denk niet dat je het kan zien. Maar we gaan weer terug. Het is ongeveer nog 3 uur of zo. Ik weet niet, we zien het wel. We kunnen er weer tegenaan. Tot zo. Yay, we hebben het gehaald. Het enige bizarre is, we zijn net daar afgedropt. En dit is nu allemaal app. Dus moet je kijken hoe ver de zee uitgaat, joh. Niet normaal. En hier zijn de tractortjes. En die pikken de kajaks op. We moeten lopen. Ik had net even gevraagd of ik ook op de tractor mocht, maar dat mag niet. Helaas. Oh. Oh. Zout.
Ja. We lopen lekker terug. Heel. Haar. Heerlijk dagje gehad. Nou, als je het niet erg vindt, loop ik er even omheen. Je weet nooit hoe diep het is. We hebben ook nog onze leggings aan. En ja, nou, leuk. Het is leuk. Dat hebben we ook weer gedaan. Het is prachtig. Bergen overal om je heen. En dan weer van die hele stilte. We worden nu denk ik weer met een busje gedropt. En hier staan al die tractors. Kijk. Daar leggen ze dan de kajaks of een boot leggen ze erop. Want, waarom heb ik al de haren in mijn mond? Want al die boten, die kunnen natuurlijk ook niet uit het water komen. Dus daar liggen ook sommige boten gewoon te op te drogen. Op het drogen. En hier is de tractor. Nou, wij gaan lekker douchen. Even het zand eraf. En het zout. Deze. Het leuk vonden. Wij hebben lekker gekajakt in de Able Tasman. Het was prachtig. Echt top ervaring. Ik had het in de winter echt super anders ervaren omdat het toen koud was. Omdat ik er al een keer was geweest. En het was fijn. We hebben goed gelift. We hebben het allemaal gered. Ons vervolg zal zijn richting Christchurch. En daar gaan we wat mensen opzoeken die we kennen. En vanaf daar zullen we wel weer een auto hebben. Maar dat zien jullie allemaal volgende week. Bedankt voor het kijken. Doe vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Als je dat nog niet gedaan hebt, ook even te abonneren. Want we zitten op 80, 85. En we willen naar de 100. Kom op. Even abonneren. Het is maar kleine moeite, toch? hartstikke bedankt. En tot volgende week zondag. Doei doei.